Wat gaat u ervan maken? Groene kool heet die, hè? Groene kool. En dan maak ik lekkere groenten met gehakt en ja. Het vegetarisch gehakt, hè? Ja. Wij zijn wel vegetariërs. Boeren voor buren. Bedacht tijdens de eerste coronagolf om gezond eten rechtstreeks van de boer bij arme gezinnen in de stad te brengen, krijgt dankzij de gemeente een vervolg. Voortaan is er voor alle stadspashouders met de groene stip in Amsterdam goedkope en goede groenten en fruit. Wij hebben op een gegeven moment wel gezegd van ja, maar dit uiteindelijk heeft het ook niet zoveel met corona te maken. Want uiteindelijk, ik noem het dan toch maar even armoede, die blijft. En wij willen gewoon structureel zorgen dat er gezond voedsel naar die doelgroep gaat die het ook echt nodig heeft. Ik kwam wel een maand, half met deze producten live. Dat is heel lang. Ja, en ook fresh producten. Ja, zijn het een beetje goede spullen? Ja, ja. Van winkel ook goed, maar deze fresh is beter. Wat we nu hebben gezien is eigenlijk heel simpel. We halen rechtstreeks het voedsel uit de regio, hè, vanuit Flevoland. En dat brengen we eigenlijk met een paar vrachtwagens naar Amsterdam. En dat is het? Dat is het. Dus en daarom kan het uit? Daarom kan het uit. Je zit daar verder ook helemaal geen schakel meer tussen. Ik ben heel erg voor biologische groenten en fruit. En zelfs in de biologische winkel in Amsterdam is het niet echt heel erg lekker. En wel heel erg duur. Dus dit is gewoon geweldig dat mensen met een minima goed kunnen eten. Nou, het is beschikbaar voor alle stadspashouders. En dat zijn er heel veel. Hè. Dan hebben we het over 50.000, 60.000 stadspashouders. Maar we groeien gestaag in de verkoop. Dus we zitten op twee wekelijkse verkoop van ongeveer 250 gezinnen. En dat willen we lekker door laten groeien. En onze ambitie is heel groot. Maar rustig opbouwen. Wilde wortelen, dus oud ras. Kijk, kan je ook opnemen. En appeltjes, uitjes. Hier kan ik deze week wel van eten.